Wordt 2 49-honderdste afgerond nou 2 of 3? Afronden. Altijd een lastig onderwerp waar zelfs nog wel eens wat discussie over bestaat. Als je je aan de volgende 3 regels houdt, dan moet het goed komen. 1. Kijk altijd naar 1 cijfer meer dan waar je op afrondt. Dus als je afrondt op 2 decimalen, dan kijk je naar het 3e decimaal. Afronden op 4 decimalen, dan kijk je naar het 5e getal. Het is handig om een lijntje te zetten achter het aantal decimalen waarop je wilt afronden. Zoals hier. 2. Is het cijfer waar je naar moet kijken een 0, 1, 2, 3 of 4, dan verandert het cijfer voor de lijn niet. Dit noem je afronden naar beneden. Is het cijfer waarnaar je moet kijken een 5, 6, 7, 8 of 9, dan wordt het cijfer voor de lijn 1 groter. Dit noem je afronden naar boven. 3. Afronden mag maar 1 keer. Ook in een berekening mag je maar 1 keer afronden en dat is bij je eindantwoord. Dus als je 2 49-honderdste eerst afrondt naar 2 15e en dan afrondt naar 3, dan bega je een overtreding. Omdat je maar 1 keer mag afronden, wordt 2 49-honderdste afgerond 2. Want we kijken naar 1 cijfer meer en dat is een 4, dus afronden naar beneden. Als je moet afronden op een geheel getal, dan betekent dit niet meer dan dat je moet afronden zo dat je een getal krijgt zonder decimalen. Dus zonder cijfers achter de komma. Houd je je aan deze regels, dan zou afronden altijd goed moeten gaan. Leuk dat je samen met ons wiskunde wilt oefenen. Graag tot de volgende keer.